Ja, want trots op Limburg, zo heet onze, of is onze slogan. En trots kunnen we ook zijn op de volgende Limburgse dames. Ze zijn uit een 100-tal atleten geselecteerd om deel uit te maken van het Belgische bobsleeteam De Bullet. En dat zijn Nel Paulussen uit Herkdestad en Valerie Genaar uit Hasselt. Goedemiddag dames, fijn dat jullie er zijn. Jullie komen rechtstreeks van? Ik kom van Königssee nu, van Duitsland. En daar heb je een wedstrijd gedaan? Ja, er was een Europacup-wedstrijd zaterdag en zondag. En hoe is het gegaan? Heel goed eigenlijk. We zijn, de zaterdag zijn we een zevende geworden. En zondag is mijn piloot samen met een andere remster vijfde geworden. Amai, dus proficiat. Dank u wel. Maar jullie zijn er nog maar pas eigenlijk mee begonnen. Hè? Valerie, vertel eens, hoe is dat allemaal gegaan? Jullie hebben gereageerd op die oproep van De Bullet om deel uit te maken van het team. Ja, even voor mij heb ik eigenlijk de oproep op een Facebookpagina gevonden. Ja. En, ik ben erop ingegaan. Ik dacht, we kunnen het proberen. We gaan zien tot waar dat we geraken. En ja, daar waren we dus met een 80-100-tal atleten in totaal. En met geluk zat ik bij de tweede selectie. Met geluk? Je zal daar toch wel iets voor moeten doen hebben. Ja, ik was er verbaasd van op het eerste moment. En de tweede selectie, ik dacht, oké, we gaan ook daar ons best doen. Ja, want je had nog nooit bobslee gedaan of zo. Uit welke tak van de sport kom jij? Ik heb zelf 10 jaar ijshockey gespeeld, dus het was totaal iets nieuws. Dus je dacht, ik wil eens met een bobslee rijden? Ja, de ervaring die interesseerde me. Ik wou de ervaring sowieso opdoen. Het leek me iets uniek ook gewoon om kunnen gedaan te hebben. Ja, ja. Was, en jij, Nel, hoe is dat bij jou gegaan? Eigenlijk ongeveer hetzelfde. Mijn papa had de oproep zien staan op Facebook. Mm-hmm. En hij zei van, ja, je kunt dat misschien eens proberen. Ja. Ik dacht ook van, ja, waarom niet? We gaan dat eens doen. Ah, ja. En had jij ervaring daar al in? Of, Ook niet met bobslee, maar ik heb atletiek gedaan vanaf mijn zevende. En ja, de testjes waren looptestjes, sprongtestjes. Dus dat lag zo wel een beetje in dezelfde lijn. Dus je hebt echt fysieke proeven moeten doen om te kijken of je geschikt was om in het team te doen. Om onze explosiviteit en kracht en snelheid een beetje te meten. Ja, ja, ja. En dan zijn jullie dus naar die tweede selectie gegaan. En dan zijn jullie met 8 gehouden, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Waarvan 3 Limburgse meisjes. Ja. Want er is eentje nu nog niet hier, die kon helaas niet komen. Hoe heet zij? Lise Peten. Uit Overpelt. Ja, juist. Dus overal vanuit Limburg vertegenwoordigers. En dan zijn jullie op stage gegaan, hè? Ja, we zijn om te beginnen eerst een week naar Letland gegaan. Ja. Gewoon voor een beetje fysieke trainingen. Nog niet voor het echte afdalen, want dat was eind augustus, begin september, denk ik. Mm-hmm. Dan lag er nog geen ijs. En dan zijn we in oktober teruggegaan voor 2 weken. Om onze eerste afdalingen dan te doen op de baan. En hier hebben we wat beeldjes van jullie. Dat zijn dan, zo oefenen jullie dan. Hoe beginnen jullie daar dan mee? Zo als het voor de eerste keer moet doen ooit. Ja, dat was op een pushbaan in Sigulda. Dat was een strook ijs met een karretje. Ja. En dan leerden we eigenlijk de invaltechniek om te beginnen. Ja. Om te zien wat we dan moesten doen op het echte ijs met de echte slee. Ja, want dat is heel belangrijk, hè, de start. Hè? Ja, dat klopt. Als remster is dat eigenlijk het belangrijkste deel. Ja. Dus je hebt een remster en een pilote. Ja, de remster zit van achter en die zorgt in het begin voor een explosieve en snelle en krachtige start. Ja. En op het einde remt ze om de slee tot stilstand te krijgen. En wat doet de piloot dan? De piloot duwt ook mee in het begin en ja, dan stuurt hij voor de rest van de afdaling. Ja. En jullie zijn allebei remsters? Ik ben dit jaar de ervaring als piloot aan het opdoen. Ah ja. Ja, dus en kies je daarvoor of selecteren ze je? Duiden ze aan, je bent eerder geschikt voor piloot of eerder geschikt als remster? Ze hebben mij gevraagd of ik het zag zitten om te proberen als piloot. En dat zag je zitten? Ja, tuurlijk. Het was, Hoe was dat dan die eerste keer zo? Dat moeilijk in woorden uit te leggen, maar het is, de eerste keer, je hebt die baan nog nooit gedaan, dus je gaat verder op wat de coaches je vertellen. Je weet ook niet hoe snel die bochten op je gaan afkomen, want je weet, je gaat tegen een 120 per uur. Maar dat is toch levensgevaarlijk. Je kunt je dat niet inbeelden. En dan start je. En dan hoop je er het beste van te maken, zeker die eerste keer. Ja, ja, ja. Want Elfje en Hanne zijn eens hier geweest. En ik geloof dat Elfje toen heeft verteld dat ze de allereerste keer heeft moeten overgeven. Nadat ze daarin heeft gezeten. Ik denk dat dat Hanne gaat geweest zijn. Ja, ik weet nog dat ze iemand van de twee had moeten overgeven toen. Want daar hebben we beelden van ook. Hoe dat je dan in zo'n slee zit, zie je dan wel waar je naartoe gaat? Of is dat gewoon op het gevoel? Vanachter. Wat we hier zien. Wat... Dat is de remster in beeld. En eigenlijk, wij zien alleen maar door een strookje in de slee zien wij ijs voorbij komen. En ja, voor de rest, we voelen wel welke kant we uitgaan. En op een duur beginnen we ook al te voelen of we goed in een bocht zitten, of we hoog zitten, of we laag zitten. Maar
voor de rest is het eigenlijk nogal blind. Amai, dat is echt op vertrouwen dan van de piloot een beetje. Ja, helemaal. En zijn er al ongelukken gebeurd? Er al eens uitgevlogen? Of ja, ik heb met haar mijn eerste afdaling gedaan. Ik had het gehaald tot bocht 15. Jammer genoeg waren er 16 bochten in het parcours. Dus ja, en ik ben haar ook kwijtgeraakt. Dus door de klap lag ze nog in de baan. Ja, ik lag op het ijs. Ja. Maar dus, allemaal goed gekomen. Ja, we zijn hier nog. We zitten er nog. Denken jullie daar nooit bij na van wat als? Eigenlijk zitten we vrij goed beschermd in de slee. En we hebben een helm op. We hebben tijdens de trainingen paddingvesten aan. Dus moes op onze schouders. Dus. Ja. Zeggen, nu is jullie missie om naar de Olympische Spelen te gaan 2018? Of is dat iets te hoog gegrepen? Dat zien we wel waar we komen uiteindelijk. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel een doel is, een extra streefdoel om naartoe te werken. Ja, want ja, het bobsleeteam bestaat uit 2 personen. Gaan er dan meerdere teams gaan? Want ja, jullie zijn nu met 8. Ja, meer? Ja, momenteel zijn er 4 bobsleeteams van elke 2 personen en reserves erbij. Maar het is de bedoeling om zoveel mogelijk teams dan ook effectief op het spelen te krijgen. Ja. Oké. Dus we hopen dat dat gaat lukken en dan laat je ons maar weten. Hè. Goed, trots op Limburg is onze slogan. Wij zijn ook heel trots op jullie. Okay.